Ik wilde eigenlijk helemaal geen album maken. Daarom was ik al een tijdje bezig met EP's releasen. Omdat ik vind dat je dan meer aandacht krijgt voor losstaande tracks, weet je wel. Dus als ik bijvoorbeeld die Bill X EP die ik begin dit jaar heb uitgebracht. Die 4 tracks, gewoon 4 goede tracks. En die krijgen dan alle 4 netjes de aandacht. En daarom wilde ik gewoon die EP's gaan releasen. Maar ik kreeg zoveel vragen naar wanneer komt er weer een album, wanneer komt er een Peacock album. En toen dacht ik, ja oké, weet je, ik ga gewoon aan de bak. En knallen. Dus ik heb heel veel samenwerkingen erop staan. Heel veel verschillende artiesten om zo echt een heel divers album neer te zetten. Maar wel allemaal lekker met een Peacock sausje eroverheen. Peacock sausje is eigenlijk meestal wel een tikje vrolijkheid. Lekkere, harde, stevige kicks. En soms juist heel duister, maar altijd die typische Peacock kicks. En het zit altijd wel boven de 200 beats per minuut. Dus tussen de 200 en de 240. Dat is wel mijn trademark. Ja, tracks die er uitspringen wat mij betreft, dat zijn, is een collab met Dope DOD. Nou, dat is ook best wel bijzonder. Dat zijn Dope DOD, voor degene die het niet weten, dat is een underground hip-hop groep. En geweldige gasten. Ik heb ze ontmoet op een feest. En hun hadden daar ook een show op een andere stage in Frankrijk. En we raakten aan de praat. En goede gasten. En ik vond hun muziek altijd al vet. En hun vonden mijn muziek ook dope. Dus toen gingen we besloten om samen te gaan werken. En dat is echt iets heel vets geworden. En dat is ook de titeltrack van het album geworden, Acid Bomb. Dus Acid Bomb is met Dope DOD. En die clip die daarbij komt, die wordt echt absurd. Die wordt echt vet. Dus die springt er sowieso uit. Ik heb een samenwerking met Bill X. Natuurlijk de typische Bill X sound die mensen wel kennen. En dan gecombineerd met even wat grovere kicks van mijn kant. En ik denk dat het heel cool is. Ik heb een collab met Paul Elstak. Heel bijzonder. Natuurlijk een oude hardcore legende. En om daar een track mee te maken is echt super. Een hele gezellige track, maar wel met weer een hard randje natuurlijk. De openingstrack van het album heb ik bewust voor gekozen, want het is een track waarvan ik echt denk dat dat friendscore de definitie is van hedendaagse friendscore. En dat is een track met Sicker Squad, Lose Your Mind. En daar zit echt een hoop werk in, maar echt een heleboel gevoel. Het is een typische wow track, zeg maar, dat je gewoon je ogen dicht doet. Helemaal weg kan spacen op die melodie en dan knijterhard en daarna knallen, weet je. Dat is echt wel goed gelukt met Sicker Squad. En ik heb ook knijterharde afsluiters. Eentje met Engenhoiser, Trip to Baghdad. En eentje met Super Trash Bros. Gezellige game track, zeg maar. Lekker vage deuntjes van de Game Boy. Van Mario Land is dat een spelletje. Daar is een deuntje hebben we van gepakt en die helemaal uitgewerkt met met de opera zangeres. En ik ga er niet te veel over zeggen, maar het is echt wel een mooie plaat ook om even te luisteren. Verder heb ik nog samenwerkingen met Rob G. Peacock is my TripAdvisor. Dat is een grappige track. Die hebben we hier in deze studio samengemaakt toen Rob G in Nederland was. En dat was echt lachen. Dat is een fun track geworden. Lekker hoog BPM. Ik heb een samenwerking met Repix en The Mouth of Madness. Met Destructive Tendencies en The Mouth of Madness. Ik heb een paar remixes erop staan. Van Repix, van Sefa, van The Mastery en Serum. Ook wel leuk om te noemen is de Take the Pills. Dat is een track die heb ik echt best wel snel gemaakt. Maar ik zat er zo lekker in. Het is een snelle track, 220 beats per minuut. Een grove, diepe kick. En een trompet solo ding in het, of een saxofoon bedoel ik, solo ding in de break. En ja, dat is echt wel, ik heb hem al een paar keer getest op een feest. Dat gaat er wel op, zeg maar. Verder staan er nog samenwerkingen op van Mr. Ifax, Andy de Koor, samenwerking met Sefa. De bekende Trip to Romania, die is samen met Floxitech. Dat is een van de 4 van Fantastic Four, voor degenen die het niet weten. Ja, dit album wordt gewoon echt vet. Clips worden bij elke track komt een clip. Die album release party, dan gaan we alle tracks komen aan bod. En er komen nog wat special dingen. Ga ik er niet te veel over zeggen, maar tijdens mijn album release set wordt het echt één gekke huis. Gewoon echt helemaal lijp. Daar moet je gewoon bij zijn. Punt. En in de legendarische Hemkade, waarom?
Dat is echt mijn thuishaven geweest al vanaf het begin dat ik naar feesten ging als bezoeker. Maar daarna ook als organisator van Viva La Friends Corps. De Heimkade zit echt in mijn hart en daarom wilde ik de albumrelease nog een keer in de Heimkade doen. En naast de acts op de mainstage die al best wel apart zijn, want een normale Viva La Friends Corps staat natuurlijk geheel in teken van Friends Corps. Maar omdat ik voor dit album met verschillende hardcore DJ's en artiesten, producers, collabs heb gemaakt, krijg je een heel interessante line-up, want ik sta dus ook tegenover de stuk de Tennessees. En dat is natuurlijk geen Friendscore, dus het wordt een hardcore Friendscore set. Net als met Repix wordt een hardcore Friendscore set. En Vitro komt er tussendoor, die gaat ook geen Friendscore draaien. Dus het is een Viva La Friendscore. Er zal zeker voor 50% Friendscore zijn, want dat ga ik natuurlijk draaien. Ik draai alleen maar Friendscore. Maar de artiesten naast mij, dat zijn allemaal interessante combinaties. Die eigenlijk de meeste dan hardcore DJ's of zelfs terror zoals Noisekick DJ's zijn. Dus het wordt een hele interessante nacht, gewoon iets wat normaal niet echt gebeurt. Maar naast dus die mainstage hebben we de tweede stage, Viva Je Moeder. En daar staan gewoon de knijterharde hardcore en slash uptempo DJ's van het moment. En Area 3 hebben we altijd, heb ik dan altijd graag de early erbij. En niet alleen early rave, early hardcore, maar ook early Frenchcore. En ik vind het belangrijk dat mensen gewoon horen van waar komt Friendscore vandaan? Want heel veel denken dat het begon bij mij, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik heb alleen een andere wending aangegeven. Het begon allemaal bij Radium en Randy en die namen allemaal. Dus early Friendscore krijgt ook een plekje in Area 3. Ja, ik denk dat al met al gewoon echt wel een heel bruut feest gaat worden. Even wat meer aandacht op de show. En tijdens mijn album release set gebeurde er wat hele lijpe dingen. Er komen wat special guests en het wordt echt wel heel, heel erg dik. Dus ja, ik hoop gewoon dat alle trouwe fans er zullen staan, weet je. Want dan maken we samen gewoon een fucking dik feest van.